bij ons communicatieverantwoordelijke Roel van Olmen. Roel, we gaan naar Lier voor de wedstrijd, belangrijke wedstrijd in Lierse. Vertel eens, wat doet OHL extra? Wel, om zoveel mogelijk supporters achter ons te krijgen, heeft de club besloten om de bussen, de supportersbussen, die naar Lier rijden, te sponsoren. Dus dat wil zeggen dat de club de kosten van die supportersbussen op zich neemt en dat we hopelijk zoveel mogelijk supporters achter ons krijgen in Lier. Is er plaats genoeg in het stadion van Lier? De club Lier geeft ons 1600 plaatsen, dus ik denk dat er wel wat Leuvense supporters naar daar kunnen. Bij ons ook de kapitein van de ploeg, Dimi Dazeleire. Ja, wat verwacht je daarvan zondag, Dimi? Ja, het is alles of niks. Hè. Nee, het is de laatste wedstrijd. En na de massale steun in Beerschot die ongelooflijk was. En ook na een mindere wedstrijd vandaag, maar toch weer veel publiek met een goede sfeer. Hopen we uiteraard dat de mensen naar Lierse gaan en heel taalrijk zullen zijn. En ons proberen naar die eindronde titel te schreeuwen en te doen. En we zien wel wat er van komt. Maar de steun van de supporter is altijd welkom. En ik denk wel dat we aan die 1600 kunnen geraken. Want de mensen van Leuven die zijn toch wel altijd zeer talrijk aanwezig.